Hallo allemaal, we zijn aanbeland bij een nieuw thema, thema 2 recht, een heel boeiend thema. En meer bepaald bij het eerste waar we even gaan kijken waar recht voor het eerst geformuleerd is, hoe het toegepast wordt, hoe het zit bij recht en verschillende religies en zo verder. Op het einde van dit hoofdstuk moet je de dingen kunnen die op pagina 111 staan opgesomd, namelijk het verschil kennen tussen recht en rechtvaardigheid, de ontwikkeling van ons rechtssysteem kunnen schetsen aan de hand van de belangrijkste initiatieven, en daar valt dan onder de Codex Justinianus, de Code Napoleon en zo verder. Ten derde moet je de culturele en historische wortels van de rechtsopvattingen kunnen uitleggen. Uitleggen hoe waarden en normen ontstaan en met voorbeelden aantonen dat opvattingen over waarden en normen, waar die vandaan komen en hoe ze kunnen verschillen. Aantonen dat recht en politiek en samenleving met elkaar verbonden zijn, dat recht verbonden is met het dominante mens- en wereldbeeld van een samenleving. Met een voorbeeld kunnen aantonen dat ook ons oordeel over rechtszaken waardig geladen is, verschillende rechtsbronnen benoemen en bespreken en uiteindelijk verschillende soorten recht van elkaar onderscheiden en kunnen bespreken. En dan gaat het vooral over common law en civil law. Op bladzijde 112 bij de introductie krijgen we een afbeelding van vrouwen Justitia en daaronderaan wordt duidelijk gemaakt waar haar weegschaal zwaart en haar gesloten ogen of blinddoek voor dienen. Eerste hoofdstuk, wat is recht? Nu, om hier met zoveel mensen in een samenleving te kunnen samenleven, hebben wij rechtsregels nodig. Nu, rechtsregels, daar is een verschil tussen rechtsregels en gedragsregels. Gedragsregels, meer bepaald, zijn regels die binnen jouw gezin alleen voor jou en je familie tellen. En als er een sanctie wordt die opgelegd door jouw gezin. Een rechtsregel daarentegen is een overtreding van een wet of een regel die in de grondwet staat. En als je daarmee niet meer in strijd, of als je daarmee in strijd bent of iets gedaan hebt dat niet past, dan kan je beboet worden. Al onze rechtsregels die liggen vast in de grondwet. En dan hebben we nog een uitgebreide definitie van recht. Recht is namelijk het geheel van gedragsregels met bijkomende institutionele voorschriften die worden opgelegd door de wetgevende instellingen, dat is dan de rechtbank, politie en zo verder, met als doel de ordening van de samenleving, met als bedoeling dus dat iedereen die nastreeft. Nu, er is een verschil tussen recht en rechtvaardigheid. Recht, die definitie hebben we net gezien, is een overzicht van alle regels, hè, die worden afgedwongen. Rechtvaardigheid is wat je zelf als juist of fout ervaart, of met andere woorden, ethiek. Rechtvaardigheid heeft te maken met waarden en normen. En die zijn voor elke persoon verschillend. Verder hebben we, wie kan die recht of dat recht afdwingen? Dat zijn hoven of rechtbanken en we zullen ze in de komende bladzijden nog allemaal leren kennen. Opdracht 1 mag je zelf maken en opdracht 2 hebben we ook al klassikaal gemaakt. En dan gaan we kijken hoe zit het met het recht doorheen de geschiedenis. Capita selecta. De alleroudste bron van recht komt uit 534 voor Christus, toen de Byzantijnse keizer Justinianus de Codex Justinianus opstelde waarin alle bestaande Romeinse wetten zaten. Het feit dat wetten worden neergeschreven zorgt ervoor dat die gecodificeerd worden, dan spreekt men van codificatie, dus het boek met al die wetten in opgeschreven is een codex. Eeuwenlang heeft dit wetboek gegolden als voorbeeld voor het recht. Als wij in de 7e, 8e eeuw onder de Saliërs komen, dan komt er onder Clovis een nieuwe wet, namelijk de Salische wet. Die wordt eraan toegevoegd, waar hij vooral geldstraffen oplegt aan mensen die anderen bezeerd hebben, doodsloegen en zo verder. En je kan zo bladzijde 115 bij de Salische wet bekijken. En dan de meest recente versie is de Code Napoleon. Die heeft systematisch alle wetteksten en rechtregels opgeschreven. Heeft zich gebaseerd op de Codex Justinianus. En dit boek heeft dus heel veel invloed op alle latere nationale wetgeving. De wet was voor iedereen duidelijk.
Iedereen wist ook welke rechten hij eraan had, maar hij was zeker niet voor gelijkheid, want vrouwen kwamen nog absoluut niet aan bod. En dan recht en religie. Heel veel zaken in de rechtbank zijn ook gegroeid volgens de cultuur, het geloof dat jouw land gekozen heeft. En het eerste kijken we even, omdat zij gebaseerd zijn op normen en gedragsregels en waarden. In elke religie staat er wel iets wat teruggaat op waarden en normen. Bijvoorbeeld, je mag niet stelen. En eerlijkheid is een waarde en dit is sowieso verbonden met recht. Nu, mensen die heel gelovig zijn, voor hen komen die waarden en normen van God. En moeten die geëerbiedigd worden? Denk bijvoorbeeld maar aan de 10 geboden van de christenen. En voor hen is die wet dan ook eeuwig en onveranderlijk. Vaak vallen zij terug op heilige boeken, de Bijbel, de Tora, maar ze gaan de teksten vooral interpreteren. En vaak kan die interpretatie leiden tot conflict situaties. Denk bijvoorbeeld maar aan de Shiiten en de Soenieten in het islamitische geloof. Anderzijds geloven mensen vaak ook dat waarden en normen immanent zijn. Dat dat voortkomt uit de wil van mensen om samenleving mogelijk te maken. En bij hen is recht veranderlijk en evolueert dan mee met de samenleving. En alles wat niet past binnen het waarden- en normenstelsel van die samenleving, wordt sowieso gesanctioneerd. En eerst gaan we kijken naar de Joodse rechtstraditie. Hoe zijn die tot bij ons gekomen? Mozes heeft die namelijk ontvangen van God en is ermee met zijn volk door de Sinaï-woestijn getrokken om het beloofde land te gaan zoeken. De Tora zijn de eerste 5 boeken van het Oude Testament. Daar staan 613 miswots in en miswots zijn geboden en verboden waar de Joden zich moeten aan houden. Die regels zijn voor altijd geldend en die zijn in de 12e eeuw opgeschreven. Nu, naast die schriftelijke Tora, heeft Mozes ook een mondelinge Tora van God gekregen. Die mondelinge Tora geeft uitleg en toelichtingen bij de geschreven. En die wordt dan vaak, de mondelinge wordt vaak Mishnah genoemd. En als dus Joodse schriftgeleerden discussiëren over hoe ze die regels nu net moeten toepassen, dan kunnen we die terugvinden in de Talmud. Een voorbeeld, Joden mogen niet werken tijdens de Sabbat, maar wat er onder werken wordt verstaan is vatbaar voor interpretatie. Dus Joden mogen bijvoorbeeld op de Sabbat niet werken in een publieke ruimte, maar wel op privédomein. En een privédomein is omheind door 4 muren. En sinds 1902 zijn de Scheldekaaien in Antwerpen, vormen die de omheining van de stad die de Joden als een privédomein beschouwen. Dus daardoor kunnen de Joden zich ook op de Sabbat vrij gaan rondbewegen. En zo zoeken zij voortdurend regels om dit te kunnen aanpassen. De tweede is het kerkelijke recht. Het kerkelijke recht of het kanonieke recht gebaseerd op de teksten uit de Bijbel, de kerkvaders en beslissingen die genomen werden tijdens concilies. In de 16e eeuw heeft men al die teksten samengevoegd tot het Corpus Juris Canonici. Oftewel het basisdeel van het kanonieke van het kerkelijke recht. En pas in 1983 heeft men een nieuwe versie gemaakt, het Codex Juris Canonici, die dus geldt voor iedereen die deel uitmaakt van die katholieke kerk. Opdracht 4 maken we in de klas, maar je kan al even kijken, je krijgt daar de 10 geboden uitgeschreven. De bedoeling is dat we rechts een beetje gaan vermoderniseren. Of herschrijven die we niet gebruiken en dat we dan gaan kijken om opdracht B tot G op te lossen. De islamitische rechtstraditie, daar zit die eerste zinnetjes horen nog bij het vorige, maar die begint met de sharia en bestaat dus ook uit verschillende vormen. Ten eerste, die sharia is de religieuze plichtenleer die het handelen van moslims bepaalt. Een hoop historisch gegroeide rechtsregels. En eigenlijk bestaat de sharia uit verschillende bronnen van islamitisch recht. Een eerste is de Koran. De Koran is het geopenbaarde woord van God en de belangrijkste bron van het recht. Daar staan vooral basiswaarden in. Ten tweede hebben we de Sunna, de levenswijze van de profeet Mohammed.
Daar vinden de moslims richtlijnen over hoe ze de Koran moeten vertalen naar hun dagelijkse leven. Ten derde is dan de hadith, of de overleveringen van de profeet, is een onderdeel van de sunna. Dan krijgen we de qiyas, de regels die worden afgeleid uit soortgelijke situaties, maar niet letterlijk in de Koran staan. En de ijtihad is namelijk een rechtsgeleerde die door interpretatie, rationele interpretatie, een oplossing zoekt voor een probleem dat nergens in terug te vinden is. En als die allemaal rechtsgeleerden hetzelfde over een zaak denken, dan spreken wij van ijma. Heel wat verschillende namen binnen die islamitische rechtstraditie. En er komen er nog bij. Die vier bronnen vormen de basis van de fiqh. En de fiqh is het geheel van uitspraken van rechters binnen de islam. Dat heeft geen goddelijke status. Dat is wat mensen geschreven hebben. Slechts in enkele landen spreken moslims over hudud. Hudud is het geheel van overtredingen die in de Koran en de hadith staan. En waar steunt de rechtgeving op die hudud? Dat is in Saudi-Arabië, Iran, Soedan, Pakistan, delen van Nigeria en Indonesië en gebieden van IS, Hezbollah en Hamas. Ja. Die gaan ook de hudud bekijken en daar komen dan stilaan misvattingen bij, ook soms hoe de sharia geïnterpreteerd wordt en hoe er soms ook mis kan zijn. Dan op bladzijde 121 zien jullie nog eens de vijf zuilen van de islam, zoals je ze misschien in de geschiedenisles geleerd hebt. Daar hoort ook opdracht 5 bij over Sharia for Belgium, maar die lossen we nog wel op. Dan de rechtsbronnen. Rechters baseren zich op verschillende bronnen om hun oordeel te vellen. Bij ons in het Westen is dat ten eerste de wetgeving. De grondwet, dat is het belangrijkste bij ons. Ten tweede is de jurisprudentie, dat zijn al de rechterlijke uitspraken van rechters en rechtscolleges. Ten derde gewoonterecht, namelijk een als recht aanvaarde praktijk die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Dus het is al jaren zo, dan blijft het ook zo. En het laatste, verdragen, zijn namelijk rechtsregels die voortvloeien uit internationale organisaties of verdragen en waar wij ons ook moeten aan houden. Nu, wetgeving is zeer complex en als er dus sprake is van tegenstrijdigheden, dan is er een hiërarchie ontworpen. Bovenaan staan de superioriteitsregels, alle hogere rechtsregels gaan erboven staan. De specialiteitsregel zijn de bijzondere rechtsregels, die komen ook boven de algemene. En dan de posterioriteit, nieuwe rechtsregels staan boven de oude. En dat probeert men toe te passen om zo te zien welke wet geldig is. Dan zijn er ook nog verschillende soorten recht. De eerste is het natuurrecht versus positief recht. Natuurrecht is dat rechten voor iedereen, ongeacht tijd en plaats, door de natuur gegeven zijn en voor iedere mens gelijk. Men maakt daar verschillende oorsprong. Enerzijds de metafysische stroming, die zegt dat de oorsprong komt buiten de fysieke wereld. De theologische stroming legt de herkomst van het natuurrecht bij God natuurlijk. Hè. En dan de rationele stroming legt de bron van het natuurrecht bij de mens zelf. Dat is een stroming die dan opgekomen is tijdens de verlichting. En van die laatste bijvoorbeeld, van die rationele stroming, op basis daarvan zijn bijvoorbeeld de Amerikaanse grondwet gemaakt. Dan krijgen we ook nog positief recht, is recht dat op een bepaalde plaats in een bepaalde tijd geldt. En rechtspositivisme moet het zijn, denk ik. Ja, positivisme is een filosofie die zegt dat recht en moraal gescheiden dienen te zijn. Bijvoorbeeld, je moet niet je geloof laten meedenken in recht. Je moet dus zo objectief mogelijk gaan oordelen. Nu hebben verschillende landen twee verschillende rechtssystemen. En we bekijken ze even nader. Er zijn namelijk landen waar men de civil law hanteert en landen waar men de common law hanteert. Nu, die civil law is het continentale stelsel. Wat betekent dat continentale stelsel? Dat voornamelijk geldt hier bij ons op het vasteland. Dat is gebaseerd op het Romeinse recht en vonnissen worden afgeleid vanuit algemene principes. Dat betekent
dat bijvoorbeeld als iemand veroordeeld wordt voor verkrachting, dat men telkens elke zaak opnieuw zal bekijken, teruggaand naar de regel die in de grondwet staat. Ja? En elke zaak opnieuw wordt opnieuw bekeken en kan een ander oordeel krijgen. Ten tweede hebben we de common law, het precedentenrecht. Wordt voornamelijk toegepast in het Verenigd Koninkrijk, maar was ook geldend in Australië, India en bepaalde delen van Afrika en zelfs in Israël. Nu, daar is het basis wordt gevormd door het gewoonterecht en de jurisprudentie. En die volgen beslissingen van vorige zaken. Wat willen we daarmee zeggen? Dus stel dat iemand veroordeeld wordt voor verkrachting en de straf is 5 jaar, alle nieuwe gevallen van verkrachting die er in die Anglo-Saxische wereld zullen zijn, zullen allemaal 5 jaar straf krijgen, omdat men dat gaat afleiden van vorige straffen. Bij opdracht 6 kan je de juiste woordjes in de juiste kolom proberen plaatsen. En dan hebben we nog nationaal recht versus internationaal recht. Ons nationale recht, ons Belgisch recht, is uiteraard geldig in volledig België. Alle regels staan in de grondwet. Het supranationale recht kan bijvoorbeeld ons eigen recht wijzigen. Als er in de EU een regel opgelegd wordt over een lockdown in tijden van COVID, dan kan het zijn dat tijdelijk Belgische regels moeten wijken en dat die Europese regel wordt opgelegd. En we zien dus dat de verschillen tussen het nationale recht in de toekomst steeds kleiner worden, omdat dat supranationale recht ons gaat overheersen. En tot slot krijgen we nog een onderscheid tussen privaatrecht en publiekrecht. Privaatrecht gaat altijd tussen burgers onderling. Publiekrecht is tussen burgers en de overheid. En de voorbeelden van het specifieke recht bekijken we in het volgende hoofdstuk. Veel succes!